Duizenden motorfietsen stonden tijdens de TT-races op de hei bij Assen. Reden daarvan keurig afgedekt, opdat ze niet te warm zouden worden. Sommige Duitse deelnemers echter zagen hun motoren maar al te graag warm worden. Ze hadden er zelfs een speciaal warme luchtapparaat voor meegebracht waarmee ze dat konden bereiken. Langs het circuit zaten ongeveer 125.000 mensen toen de bekende omroeper Piet Nortier de start van de zware klasse kon aankondigen. Toen de 34 renners voor de eerste maal bij hooghalende bocht doorkwamen, lagen ze al vrij ver uit elkaar. Vooraan reed toen al de Engelsman Duke nummer 4, die tot het einde van de race de leiding zou behouden en niet eens meer bedreigd zou worden. Voor de toeschouwers, die met grote koppen in de kranten hadden kunnen lezen dat het een pilot was, dat natuurlijk een lichte teleurstelling. Maar die werd ruimschoots vergoed door het hardnekkige gevecht om de tweede en derde plaats. Duke reed overigens een magnifieke race met een gemiddelde van meer dan 160 km per uur. De anderen konden hem wat ze ook probeerden en waagden niet inhalen. Met ruim 47 seconden voorsprong op nummer 2 de Ier Armstrong ging Geoffrey Duke door de finish als winnaar van de TT 1953.